Kreeg oxazepam. Ik kreeg het omdat ik. Mijn moeder gaf het eerst aan me om mijn agressie te dempen. Ik denk dat ik het ongeveer een 2 jaar, 1,5 jaar heb genomen. En daarna ben ik dus gestopt toen ik uit huis ging. Hoe ging dat uit huis gaan? Hoe ging dat? Ja, het werd gewoon op een gegeven moment dat het gewoon een beetje te veel voor mijn moeder. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ben ik nooit meer teruggegaan. Mijn naam is Glenn Helberg en ik ben opgeleid tot psychiater, psychotherapeut. Deze week ontmoet ik een jonge muzikant uit de Bijlmer die volgens zijn eigen regels leeft, maar zich tegelijkertijd gekoord voelt. Dag Ray. Dit is Ray Fuego. Mijn rol is vandaag dat ik therapeut ben. En ik ben benieuwd wie jij bent. Ik ben Revo Pieternella. Revo Pieternella. Pieternella, ja. En ik ben kunstenaar, muzikant en vader. Ik denk dat dat ook wel iets is. Zeker. Ray, heb je een vraag voor vandaag? Eerlijk gezegd niet echt. Ik heb niet echt vragen. Ik wil het me meer over me heen laten komen. Want ik heb al heel lang een soort van afspraak met mezelf gemaakt dat ik ooit in therapie zou gaan. Maar dat het altijd heel echt voelde als een hele grote stap. Dus ik ben het nooit echt gaan doen. Dus je bent een klein beetje nieuwsgierig. Ja. Je wilde eigenlijk die stappen al de hele tijd nemen. Je hebt het niet gedaan. Nee. Wat bracht je ertoe om te denken, ik wil ook in therapie? Ik denk dat ik heel veel onopgeloste emoties heb. Ik denk ook wel wat trauma's. Maar je weet, ik weet nooit voor mezelf echt waar ik moet gaan zoeken. Dus ik denk gewoon dat ik daar wat meer hulp bij nodig had. Ja, ja. Kun je me iets vertellen van die onopgeloste emoties en de trauma's? Ik ben gewoon zeer gevoelig, snel op mijn teentjes getrapt. Ook wel heel passievol. En ik denk dat dat in combinatie met de eerste twee soms een beetje een soort van deadly combination kan zijn, zeg maar. En ik heb ook niet altijd gehandeld op de juiste manieren. En ook niet altijd juist met mensen omgegaan, denk ik. En je had het ook over trauma's. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar ik ben stillborn. Dus ik ben geboren zonder dat mijn hart klopte, zeg maar. En ik ben toen met spoedhelikopter ben ik toen naar Groningen gebracht. En daar heb ik toen 2 maanden zonder mijn moeder in de intensive care heb ik toen gelegen. En ik heb altijd het idee gehad dat dat heel erg ervoor heeft gezorgd dat mijn band met mijn moeder heel gecompliceerd was. Omdat het zijn gewoon de 2 maanden dat je echt een soort van hecht aan een persoon. En doordat ik en mijn moeder een hele moeilijke band hadden, heb ik me altijd gewoon thuis ook heel erg onbegrepen gevoeld. En ja, gewoon een beetje het soort van het zwarte schaap thuis. Zo voelde dat? Ja, zo voelde dat. Maar ik was ook niet per se de liefste, dus ik weet je ook was wel. Ook niet de liefste? Nee, ik weet wel een beetje waar het vandaan komt. Maar ik denk wel dat het een schreeuw om hulp was of zo. Een soort van kijk mij of zie mij. Zie mij, ja. Ik werd altijd gezien op momenten dat ik I was acting a fool. Ja, eigenlijk kreeg je aandacht op de negatieve dingen. Ja. En de zaken die jij belangrijk vond, daar was minder of geen aandacht voor. Ja. Oké. Waar hebben we het dan over? Wat vond jij belangrijk? Ik was al heel erg geïnteresseerd in muziek vanaf dat ik heel jong was. Mijn vader maakte hip-hop vroeger, dus ik ging mee naar rehearsals. Ik was heel gevoelig voor muziek al. En dan je voelde heel snel dat het een interesse van je was. Ja. Maar je moeder zag het anders. Zij projecteerde heel erg op mij wat zij wou dat ik ging doen. En niet wat ik wou doen.
ook een soort van terugkijkend op hoe ik voelde, wat ik voelde, was het ook wel moeilijk omdat niemand van de generatie voor mij emotioneel intelligent was om door te hebben dat alle moeilijkheden waar ik doorheen ging, ergens heel diep geworteld zaten in je alleen voelen en je niet begrepen voelen. En ik denk dat dat gewoon het gevoel, zelf, bijna hetzelfde gevoel geeft alsof je soort van in een kooi zit. Mm. Opgesloten. Ja. En dit gevoel van opgesloten, is dat een gevoel dat je, terwijl je het nu zegt, je echt kunt herinneren? Ja. Ja. Ja, en ik heb het nog steeds wel, van dag tot dag. Nu nog steeds. Het gevoel is niet veranderd, maar hetgeen waarom ik me opgesloten voel is veranderd. Toen ik wat jonger was, was het van, oh ja, mijn vrienden gaan nu op vakantie. Daar is de zomervakantie. Ik ga nooit op vakantie met mijn familie, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En nu ben ik ouder en nu is het meer een soort van... Het is eigenlijk helemaal niet veranderd, eigenlijk. Ik denk meer dat het nu... Dat nu de kooi waarin ik nu zit, is gewoon wat mooier versierd. En ik blijf hier liever omdat dit voor mij veilig voelt. In plaats van op vakantie te gaan. Oké. Die kooi voelt hetzelfde. En nu maak jij de deur niet open van dat kooitje. Zou je die kooi niet meer willen voelen? Ja, zeker. Hmm. Zeker. Want misschien ging het vroeger, dat vul ik zomaar in, maar misschien ging het vroeger over dat je ouders onvoldoende geld hadden om dat te kunnen doen. Ja. Maar er gebeurt iets in je hoofd waarbij je eigenlijk het kooitje bouwt. Ja. En ik denk ook wel, omdat ik altijd zo opgevoed ben met, oh, hopelijk komen ze het water niet afsluiten. Oh, hopelijk doen ze het licht niet uit. Vooral ook nu dat ik mijn eigen kind heb. Dat ik denk van, oh ja, dat ik niet heb opgelet en hij is de laatste luier. Wat moet ik nu doen? Pampers gaan stelen met de oude tijd. Ik snap het. En hoe zit het nu met je financiën? They're getting there. Ze zijn niet meer zo slecht. Ze zijn niet zo slecht? Nee, ze zijn niet zo slecht. Dus in principe, financieel zou je die ruimte kunnen hebben om op vakantie te gaan? Ja, ja, ja. Als je dat zegt, wat voel je aan de binnenkant? Het voelt alsof het nu eindelijk weer een beetje warme lucht doortocht. Ja. En als je je warmer voelt van binnen, hoe is dat? Comfortabel, dus wat minder aangespannen. Minder aangespannen? Ja. Dus die kooi wordt? Groter. Groter. En dan moet je nog dat deurtje ontdekken om eruit te gaan. Om eruit te komen. Dat deurtje moet je nog... Ja, ja. Ja. Ik ga even de klankschaal doen. De klankschaal werkt zo. We gebruiken de klankschaal als introductie naar aandacht brengen naar jezelf. En we scannen even het lichaam. Maar je kunt je ogen dicht doen als je wilt. Ree, vraag je om bewust te ademen. Adem in. Hou je adem even vast en adem weer uit. We scannen even je lichaam. Kijk of je spanning voelt. En als je iets waarneemt, vraag alleen maar naar het gevoel, wat probeer je me te vertellen? En denk er niet over na. Als er antwoord komt, komt het. Adem in en uit. En je merkt dat je weer adem krijgt. En wanneer jij wil, doe je ogen weer open. Is er iets gelukt? Op een gegeven moment voelde het alsof ik niet meer hier was of zo. Mm. Mijn hart ging ook sneller kloppen. Mm-hmm. Zo'n paniek of zo. Ken je dit gevoel van paniek? Het is hetzelfde als wanneer ik paniekaanvallen krijg. Angstaanvallen. Je krijgt paniekaanvallen? Ja.
Kun je me iets over die paniekaanvallen vertellen? Het begon rondom mijn 15e, 16e of zo. Ik kreeg toen oxazepam. En toen heb ik heel lang mijn emoties onderdrukt. Wanneer was de eerste keer dan dat je die paniekaanval kreeg om oxazepam te krijgen? Mijn moeder gaf het eerst aan me om mijn agressie te dempen, ja. Je moeder is de eerste geweest die het aan je gaf? Ja. Dus het was niet een dokter? Nee. Het was medicatie van je moeder? Ja, want mijn moeder had heel erg last van paniekaanvallen. En ik stopte ook rond diezelfde tijd met wiet roken. Omdat het ook allemaal te veel was. Dus je kreeg het om je agressie te dempen? En daarna begonnen eigenlijk de paniekaanvallen? Ja, het begon toen ik zeg maar niet meer, toen ik de medicijnen niet meer nam. Ik denk dat ik het ongeveer een 2 jaar, 1,5 jaar heb genomen. En daarna ben ik dus gestopt toen ik uit huis ging. Hoe ging dat uit huis gaan? Hoe ging dat? Ja, het werd gewoon op een gegeven moment dat het gewoon een beetje te veel voor mijn moeder. En we kregen gewoon steeds vaker meer ruzie met elkaar. En toen uiteindelijk werd ik dus getrapt van school. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ben ik nooit meer teruggegaan. Ben je nooit meer teruggegaan? Maar betekent dat je een zwervend bestaan leed? Ja. Je had geen vaste plek? Nee, ik had geen vaste plek. Maar ik kwam wel gewoon altijd bij vrienden terecht. Dus, Verschillende vrienden. Dus een nomade bestaan. Ja. Dan even hier, dan weer daar. Ja. Weet je, terwijl je vertelt, hoor ik in een korte tijd dat er heel veel gebeurt. En tegelijkertijd vertel je ook dat dat de periode is waarin de paniek is ontstaan. Ja. En je zegt ja, gaan er gedachten door je heen, ook door mij, maar welke gedachten gaan door jou? Alsof ik gewoon een hele lange periode heb overleefd. Dus al mijn, ja, ja. Al mijn instinct, al mijn hele instinct en alles is een soort van helemaal door de war. Ja, je was in de overlevingsstand. Ja. Dat is het, hè? En dan is er echt een soort van, je zou bijna kunnen zeggen, een soort van breuk. En dan ga je een nomade bestaan leiden. En de paniek kwam. Het is in je familie, je moeder heeft het. Dus we leren heel veel van onze ouders, ook datgene wat ze je niet leren. Ja. En de manier waarop dingen zich uiten, emoties gereguleerd worden. Dit is een vorm die voor jou bekend was, zonder dat je het wist dat het voor jou bekend was. En op een bepaald moment. Ja, en ik denk ook dat nomade levensstijl, die patroon in hoe ik ben weggegaan, dat is alles ook weer een soort van terug te refereren naar hoe mijn moeder weg is gegaan bij mijn vader. Dat herkende ik ook meteen erin. Gewoon van het soort van op alle plekken zijn, maar niet echt een plek hebben om je eigen te noemen. Ik lijk toch wel meer op de dan ik dacht. Ja. Ray, ik hoor dus de gelaagdheid die je hebt bestaan. Een stuk van je moeder, een stuk van de paniek, de onzekerheid. Welk van deze onderdelen die ik nu noem, voelde als, laten we daar even wat dieper op ingaan? Mijn relaties met vrouwen. Relaties met vrouwen. Omdat ik denk dat dat ook wel heel veel indirect te maken heeft met mijn moeder. Oké. Kun je je kijk erop met me delen? Ik las dat iemand uitlegde van, zodra je uit huis gaat en je bent niet meer met je moeder, de volgende moeder is dan je vriendin. Ze zorgt voor je, kan voor je koken, geeft je een bepaalde soort van nurturing. Ik kreeg die nurturing niet like that. Dus ik heb gewoon het gevoel dat ik dat altijd heb gezocht in vrouwelijk gezelschap. Is het ook zo dat je denkt, hey, het is leuk, vriendinnetjes, en ik heb ervan genoten? Ik geniet er nog steeds van. Je geniet er nog steeds van, oké. Okay. Maar tegelijkertijd zeg je ook van, hoor ik je dan ook zeggen, ik was op zoek naar die warmte? Ik was op zoek naar die nurturing? Ja, ook gewoon het gevoel van iemand die je omhelst. Iemand die je zegt dat hij van je houdt. Ik zag toen de moeder van mijn kind. Zij was ook wat meer volwassen. Dus ik was voor het eerst een soort van, had ik het gevoel dat er voor mij werd gezorgd. En dat deed me heel goed. En ik denk dat dat in combinatie met dat ik ook nog een kamer had gevonden. Ik mezelf aan het vinden was. Het was een soort van perfecte driehoek van
geluk. En daar is ook nog een kind uit te komen. Ja, ja, ja. Voor jou een belangrijke relatie, vader zijn. Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk verder gegaan met je moeder? Soms zagen we elkaar, het werd onder de tapijt geschoven. Hoe is dat zich verder ontwikkeld? Ja, op een gegeven moment dat je gewoon volwassen. En dan, jij wordt dan de ouder, heb ik het gevoel. Binnen die leeftijd het huis gaan en 26 ontwikkelde de relatie met je moeder zich zo dat jij de ouder werd. Ik wachtte niet meer tot mijn moeder een gesprek begon. Ik begon het gesprek met haar. Mm-hmm. Over dingen waarvan ik weet dat zij daar niet per se gemakkelijk over sprak. Omdat je ouders leren je heel veel tot een bepaald punt en daarna vanuit daar ga jij dingen leren wat werkt voor jouw leven. En ik denk dat je dat gewoon weer terug kan brengen naar het thuisfront. En dat je dan met je ouders kan praten over dingen waar hun gedachten nooit naar die plekken laten gaan. Ja, ja. Dus je kwam in de relatie met je moeder tegen. Dat je in denkpatronen bent terechtgekomen, in gevoelspatronen. Waarvan je het idee had, daar is mijn moeder nog niet geweest. Of daar is ze nog niet gekomen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En dat gaf je het gevoel van die omslag. Alsof jij nu de ouder was en haar dingen leerde. Ja, precies. Precies. Ah, ja. Ja. En ook met mijn vader. Alleen mijn vader stond daar wat meer voor open. Mijn vader, hij luisterde naar alles wat ik zei. Maakt niet uit wat ik zei. Ging het over aliens. Hij wilde altijd gewoon luisteren. Hij vond het interessant. En ja, mijn moeder was gewoon altijd meer, een beetje meer stug. Maar we werkten echt wel heel goed naar onze relatie. Qua hoe onze relatie was gegaan, ben ik ook wel tevreden naar hoe het is gegroeid. Voordat ze was overleden, 2,5 jaar geleden. Je moeder is 2,5 jaar geleden overleden? Ja. En je moeder is overleden vrij jong dan? Ja, mijn moeder was 45. 45? Ja. Wil je daar iets over vertellen? Mag ik je vragen om het niet daar te zoeken, maar gewoon in jezelf te zoeken? Wat, als ik iets wil vertellen, voel wat het is dat je het voor jou comfortabel voelt of goed voelt of misschien zelfs niet comfortabel. Het was niet iets waarop ik me kon voorbereiden. Mortoranka. Mortoranka. Mm-hmm. Je moet dus door het leven gegrepen. Ja. Ja, het is wat meer ingewikkeld, maar ik denk niet dat ik daar helemaal comfortabel ben om in detail over te vertellen. Nee, maar oké, dus voor jou het woord mortoranka. Mm-hmm. Je moet dus door het leven gegrepen of gerukt. Mm-hmm. En je kon je daar niet op voorbereiden. Ja, en het was ook, ik heb een soort van geluk en blijdschap kunnen halen uit dat ik onze relatie niet heb gelaten waar ik uiteindelijk uit ben vertrokken. Maar dat we het wel weer hebben opgepakt en dat we toch nog op onze eigen manier een soort van konden werken aan onze relatie. Dat heeft me heel goed gedaan. Ik ben gewoon nog steeds, tot de dag van vandaag ben ik het ook gewoon nog steeds aan het verwerken. Het voelt gewoon niet als iets dat iedereen zegt altijd, ja, het wordt beter en het over tijd. En het is gewoon je moeder. Het is gewoon een soort van deel van jezelf. Gewoon een bepaalde soort leegte. Die niet, ik denk niet dat het ooit opgevuld gaat worden. Ik denk gewoon dat je ermee leert omgaan. Ik hoor wat je zegt. Er is een leegte. Ja. Wat voor leegte is het? Ik denk dat het een fysieke leegte is. Een mentale leegte en een spirituele leegte. Mm. Ik geloof sowieso dat je bent een mix van je vader en van je moeder. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon het gevoel dat de moederkant dat stukje nog niet helemaal. Ik heb het niet helemaal kunnen ontwikkelen. En met mijn vader heb ik dat wel, maar het voelt zeg maar alsof ik heel erg uit balans ben. Dus dat ik een heel groot deel van mezelf niet ken. Omdat ik kan niet een gesprek hebben met mijn persoon die me heeft geschapen, soort van. Nee, ik snap het. En nu kan ik een opmerking die je net plaatste ook beter begrijpen toen je zei, oh, ik lijk meer aan mijn moeder dan ik dacht. Als je dat net gezegd hebt en je zegt dit, voegt het opeens iets toe aan, oh, wacht even. Dat is een beetje meer van mijn moeder in mij. Ja,
En ik heb altijd wel kleine, ook voor met mijn zoontje, dat hij bepaalde dingen doet en dan denk ik van, dan zeg ik iets tegen hem en denk ik van, wow, dit is echt iets dat mijn moeder zou, echt iets dat mijn moeder zou zeggen. En vanaf de paar keren dat dat is gebeurd, ben ik me ook gewoon steeds meer bewust gaan worden van hoe ik me verhoud in ouderschap naar mijn zoon. En daar gewoon wat meer bewust in staan. Want ik begrijp nu wel waar heel veel emoties die mijn moeder had, waarvoor ze bang was, waar ze vandaan komen. Maar ik zou er niet zo mee omgaan. Nee, ik begrijp dat je dus dat zegt. Ik zou er niet zo mee omgaan. Maar er is ook via je zoontje, komt je moeder ook een beetje dichterbij. En dat je eigenlijk in het verwerken op zoek bent naar, wat is het deel van mijn moeder in mij? Waardoor ik me meer in balans voel. En dat is dus een onderdeel, begrijp ik, van jouw toch zoektocht ja. in het verwerken. Ja. En als ik dit zo bespreek, wat gaat er door je heen? Gewoon dat gewoon alles een zoektocht is. Of dat ik meer het gevoel heb dat mijn leven mijn hele leven lang een zoektocht is. Het leven is een zoektocht in de zin van om datgene wat er in je zit, om dat tot harmonie te brengen. Wie je ouders zijn, wie je familie zijn, is een zoektocht. En ik hoor, mijn moeder is er niet meer en daarin kan ik niet meer het met haar doen. Maar ik moet het nu met mezelf doen en de mensen die er zijn. Op het moment dat we dit soort zaken bespreken over die leegte, wat doet dat met je? Het is meer een soort van bevestiging of zo. Van, bevestiging? Van iets dat ik al weet. Maar niet altijd een waarheid die ik wil accepteren of zo. En die waarheid die je niet wil accepteren, kun je er meer woorden aan geven? Ja, ik denk gewoon dat ik altijd hoop dat het leven meer is dan alleen maar constant zoeken. Aha. Ik hoop gewoon dat er nog een soort van... Dus ook aankomen. Het is niet alleen maar zoeken, je wil ook aankomen. Aankomen, ja. Juist. En soms heb ik gewoon bijna het gevoel dat het onmogelijk is om achter alles te komen. Nee, ik snap het. Dat maar is ook een beetje sad, toch? Oké, okay, we gaan bijna nu naar het filosofische toe, hè? Maar ik heb bijvoorbeeld het filmpje gezien waarbij je... Het heet Punk, hè? Punk. Ja, ja, ja. Ik vond dat wel even uitzinnig om te zien. Uitzinnig. Wat bedoel ik daarmee? Dat het niet het standaard is van wat je absoluut had verwacht. Absoluut niet, nee. Een rapper die op die manier met die punk omgaat en die combinatie maakt. Ik dacht, snap ik dit? In ieder geval zie ik wat er aan de hand is. Ja, 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 precies, precies. Het is ook, als ik dit had gehoord als een baby, als mijn ouders dit luisterden waar ik bij was, was ik meteen verliefd daarop geworden. Maar het was gewoon niet per se het geval. Ik heb het later zelf een beetje naar moeten zoeken. En ik ben heel blij dat ik het heb gevonden. Dus als het gaat over de zoektocht, bijvoorbeeld hiernaar, ben je wel aangekomen? Ben ik wel aangekomen, ja. En dat kan ook lekker voelen, want het aankomen en doorgroeien. Hè? Ja. Aankomen betekent niet per se, en daar blijf ik. Maar aankomen kan ook betekenen, en nu groei ik daarin door. Wat denk je als ik dit zo tegen je zeg? Ik zie gelijk zo'n ei of een roos voor me. Iets waarvan je zeg maar de lagen van af kan halen om bij de kern te komen. En zo heb ik dit heel gesprek heb ik dat ook zo gevoeld. Van de geboorte tot aan waar ik nu op dit moment sta in mijn leven. Dan is het ook wel de journey die ik dan ook wel heel erg waardeer. Om het zo gewoon allemaal rustig daar langs te gaan en een beetje te ontplooien. Het heeft me heel goed gedaan. Heel fijn, Ray. Doet me goed dat van je terug te horen. Dankjewel. Dankjewel. Ray, wat voel je nu? Kijk naar binnen, kijk naar binnen. Niet naar boven. Wat voel je? Okay. Ik voel me blij. Je voelt je blij. Ik voel me gelukkig. Ik voel je gelukkig. Ja. Dat is mooi. Gebruik je rijkdom. Heel veel succes. Dankjewel.